Laat nog wel lekker eens open gaan maken, zou ik zeggen. Als je wil dat ze het zien, moet je nog even de middelste bovenaan. Dus los worden. Die? Ja. Ah ja, staat er ook onder. Yes. Kijk, daar zijn we. Mooie handjes. Daar is Paddy. Met een prachtige handjes. Voor de god. Echt making wacht. Open. Hij krijgt hem niet open. De ding. Nou, dat was de pack opening. Ja, dat was de pack opening. Oh, je gaat me nog zoveel horen schelden op die pakjes, hè. Kut. Nee. Take 2. Rachel, hoe is het in bed trouwens? Kan hij het dan wel openen? Hey, ik denk dat weet jij inmiddels ook wel. Ja, inderdaad. Gisteravond. Ja, ik lag niet goed. Anders lag een lepeltje. Nee, wacht. Hij moest een kleine lepel zijn. Dus dan moest ik hem omdoen. Dan moet je vragen of ik weet hoe het open moet. Oh, ja. Shit. Shit, jongens, ze zitten op zijn kop. Wajo? Fabrieksfout? Op cam, op zijn kop. De voorste twee. De rest ook? Nee, die ook weer niet. Wow, dit is een tampered with box. Oh. Dat betekent... Dat ze zijn gewogen. Goede shizzle is. Ja, maar dat ook Pokémon Shield. Ja. Nee, ze zijn gewoon... Alle goede kaarten zijn eruit gehaald, ik weet het. Jake, de nieuwste set, dat is zo'n tussenset. Om zeg maar de switch tussen Sword and Shield naar Scarlet and Violet te maken. Ik heb er wel iets van gezien, maar ik heb nog niet naar de kaarten gekeken. Lost Origin is de set van afgelopen september. En die gaat Paddy nu openen. Ik zou zeggen, pak Nando een pakkie. Iedereen pak één pakkie. Die doen we als aan het einde van de hele box. Ik pak er twee. Die doen we aan het einde van de box. En dan gaan we kijken of één van jullie een goede kaart erin had zitten. Oh, jezus, pak er ook twee. Echt wel, allemaal gierig hier, hè? Ja, het blijft gewoon plakken. Ik heb wel ik pak een keurig netjes één. Moet ik je nu ook twee pakken of inmiddels? En aan het eind van de hele box gaan we die openen en kijken wat we daaruit gaan poelen. Ja. Yeah. Ik heb altijd ruzie met die kut Pokémon pakjes, hè. Godver. Ik denk dat het niet goed is. Die kan een stuk makkelijker. Ja. Maar je moet wel de kaart goed doen, hè. Ja. Want ik doe meestal ook hier het pakje openen waar ik meer ruimte heb, zeg maar, en dan de kaarten er zo. Vier? Ja. Oh, ik dacht ook dat... En beginnen we met een energy. Ik vind het nou al een goed idee, die standaard, als ik zo kijk. Ja. Surf. Ja. Hij stelt niet helemaal lekker. Ish. Ja, maar je ziet wel wat het is. Ja. Het is een Surviper, Galarian Stunfisk, Box of... Disaster, ja. Gligar. Nieuw. Gooby. Marwell. Je moet nooit met... Slugma! Calmie, Slugma! Pipi. Clefairy. En Parasect. Oh! Lekker, klik dit jongens. First pack look. Dat kunnen wij ook doen, hè. Je kan even op het terugknopje en dan rechtsbovenin. Clipping. Yeah. So, hupsakee. First pack look. Nice. Freaking nice. What the fuck? En het Slugma en het Slugma is zo'n legendary, hè? Die krijg je niet vaak. Dat is wel echt heel bijzonder. Even kijken waar ik deze ga laten, hoor. Dat is en ook nog zo'n goal. Wat makkelijk is. De goede kaart, wacht. Die golden zijn ook heel veel waard, toch? Of niet? Anders leggen die rechts naast de muis, ja. Ja, dat zijn er wel de dat zijn de meeste... Ja, dat is de qua rarest als het goed is wel. Hoeft niet per se de meeste waard te zijn, maar qua rarest wel. Dat ligt er toch meestal aan of het handig is in de TCG zelf. Ja. Ik heb altijd... Ja, en of er een Charizard of een Pikachu op staat. Nee, ja, dat is meestal wel zo. Maar Jake, eventjes terugkomend op jouw comment van pak dan gewoon de schaar. Dat moet je met TCG kaarten nooit doen. Nee. Sowieso niet. Niet voor de pakjes. Sorry, Cam. Voor het plastic, ja. Dan denk ik nog. 1, 2. Ja, voor de box 3, plastic. 4. Ja. Is nog iemand wezen zeuren over die codes? Nee, dat komt nog wel. Ja, staat nu niet in de titel, dus dat scheelt. Nee, bij mij wel. Toen ik al mijn dingen ging openen. Nou ja, volgens mij was ik toen net op het einde. Toen zelfs kwamen ze nog met die codes. We hadden een Fighting Energy, Minxiao, Lake Accuracy, Nuzleaf, Rhyhorn, dat is van die lock, toch? Epam, Roselia, nog een Goomy, Meditite, Hunchcrow, Mimikyu.
Shiny Yo, op de app. Mimikyu heb ik gisteren in levende live gezien. Sorry. Heeft hij een shiny? Ja, zeker. Wel? Hij heeft een shiny Palmo. Palmo? Shiny Palmo. Welke is dat? Zo'n roze met oranje van die oranje cheeks. Hij heeft wel gewoon een shiny. Welke is Palmo? Tattoos. Waar heet hij? Oh, die! Palmo. Berry. Goeie. Had hij al eerder een shiny? Nee, volgens mij nog niet. Oh, hoe droog Mimikyu zei? Ja, sorry hoor. Ik vind Mimikyu gewoon niet zo heel erg bijzonder. Maar we hebben een Water Energy, Porygon 2, Lake Accuracy, Lady, Electrike, Shuppet, Murkrow, Nando, Wurmple, nice. Dynamo, nice. Chandelure en Clefable. Clefabling? Clefabling. Geweldig. Maar hij heeft wel dus een Gen 9 Shiny. Ja. Dat is ook ziek. Ik vind dat een betere prestatie dan die shiny die ik heb. Oh, ja, gaat zichzelf weer downplayen. Ja, overigens, ja. Over die... Ja, maar vind ik ook wel hoor. Ja, overigens over zijn Mimikyu comment. Of ja, die hebben we gisteren comment. Gezien. We hebben gisteren Mimikyu avond inderdaad in het echt gezien, wat jij ook al zei. Iemand was verkleed als een Mimikyu. Klopt. Staat die, ja, die staat niet op film waarschijnlijk. Heel misschien op de achtergrond. Misschien ja. Als B-roll. Een Energy. Dark. Hariyama. Arcphone, Medicham, Wurmple, Lickitung, Clefairy, Horsey, Shuppet, Swanna, Hoopa. Hoopa Unbound. Hoopa, dat is wel een Hoopa. Hop. Hoe ben jij nou weer teleurgesteld? Gewoon de Hoppa en de Hoopa bedoel ik. Ja. Om mee te gaan. Ja. Oh, ik zie al iets prachtigs. Wat dan? Murkrow. Ja. Nando, je zit er gewoon in. Wat een V-star. Het is een V-star, ja. Een V-star. Ja, het zat eraan te komen een keer, hè. Electric. Swanna. Gloom. Murkrow. Shuppet. Wurmple. Wacht, is het tweede Wurmple in de pakkie? Oh, nee. Heb je jou die TikTok niet gestuurd dat iemand hoeft? Ja. Achter elkaar. Ja. Dynamo, Seedot, Inkay, Mimikyu. Kijk, daar is Mimikyu. Nog een keer. Levend verbranden. Wow, heb jij een hekel aan Mimikyu? Nee. Oh. Ik dacht al, ik vind Mimikyu oprecht wel een van de beste Gen 7 Pokémon. Oh, nee, dat vind ik dan ook niet. Wow, diele doe. Ja, maar kijk, je hebt natuurlijk Torquet, die staat natuurlijk sowieso bovenaan. Maar ik bedoel, wel dicht in de buurt. Grass, Colras Experiment, Komala, die heeft een rare randje. Toolbox, die Colras. Bronzor, Electrike, Gastly, Binnacle, toch? Binnacle kan ook. Ja. Murkrow, Sableye en Boovalent. Ja. Er zit wel echt heel veel Murkrow en Honchkrow love in die set. Ja, er zit ook veel Slugma's in deze Nou, kijk eens aan, Sandring. Dit is gewoon onze set. Dit is onze set. Dat is speciaal gemaakt. Ik ben dus heel erg benieuwd. Vannacht om 1 uur ga ik Silver Tempest openen. Ik ben heel erg benieuwd naar die set. Ik heb nog helemaal niet gekeken. Dus je weet ook niet... Ik weet wel wat dat er een kaart in zit die ik echt heel episch zou vinden. Welke is dat? Regidraco. Ja, die moet je op de kop houden en dan even weet hij. Eén keer. Haal hem even op de kop. Ja, dat is ja. Die ging niet goed, denk ik. Nee, die ging niet goed. Nee, nu zit hij ergens halverwege. Ja. Dat is niet erg. Energy. Lake Accuracy. Inkay. Die moet je dus op de kop draaien. Basculin. Phantom. Makuhita. Electrike. Porygon 2. Banette. Lady. Sligoo. Wel Hisuian Sligoo. Ja. Ho. Nee, geen ho-ho, een Sligoo. Oh. Hoeveel Murkrow's heb je al? Waarschijnlijk genoeg. Maar nou, maar één Hunchcrow. Een hele lijpe Murkrow. De echte lijpe Murkrow flavor. Merk het niet, dan gaat het wel steeds makkelijker, ja, hè, die pakjes. Ik had heel veel moeite met die Yu-Gi-Oh! Pakjes de vorige keer. Hoe komt dat? Hey, muntbal! Muntbal, we zijn aan de pack. Moet je openen, voelen, ik voel dat er één kaart groter is. Ja, maar dat is de energy die groter is. Dat is de energy, ja? Inderdaad.
Ja, die is hoort, dat hoort niet, maar dat, voel, dat denk ik te voelen. Nou, Energy, Survivor, Galarian Stunfisk, Bronzong, Meditite, Squaffet, Gligar, Phantom, Sudowoodo, Gligar, Hisuian Goodra. Oh, V-Star. Hoppa. Hé, hey, dat is ook een goede poel hoor. Nice. Die is, al die V-Stars zijn vette kaarten. Hoppa. Voor mij had ik die al de vorige keer ook al gepoeld uit mijn box, maar dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet, ook niet. Dan zou die in die map moeten zitten. Nee, in die map zat een Dragonite. Dragonite, ja. Klopt. Ik kom juist nu kijken, wil geen spoilers voor Scarlet. Ga zo beginnen, ben hyped. Nice. Ah, op die manier. Verstandig. Ja, wij gaan straks wel weer verder. Dus ik zou straks, als we gaan beginnen, dan gewoon wegzetten. Nog één, want je hebt nog weer kopen nog tussen zetten. Zo, opgelost. Wordt ik een Shumel? Paddy kan het gewoon, joh. Energy, Medicham, Misfortune Sisters, oh, die bitches. Porygon2, Inkay, Blipbug, Finian, Spinarak, Paras, Mugirna en Darkrai. Maar die Darkrai, wow. Darkrai is wel vet, is wel alleen ik denk graphic. Dat hij niks opleeft. Nee, maar het is wel een holo, dus ik sleeve holo's wel altijd. Ja, ik vind hem ook wel hartstikke vet eigenlijk. Ja, ik zou hem ook puur sleeve omdat ik hem vet vind. Maar puur omdat ik hem vet vind. Ja. Ja. Ik vind hem vet. Ik zag trouwens, voor ik ging slapen, dat mijn broertje rond 12 uur thuis kwam. Die heeft een van die games ook gekocht. Ja. Dus die heeft gewoon een halve dag vrijgenomen. Ja. 100%. Maar ja, dan moet hij nog wachten op PostNL. Ja. En het is vrijdag. Dat is leuk. Het is vrijdag, dus de post komt allemaal. Dus hij zit voor niks, zit hij thuis te wachten waarschijnlijk. Ja, dan kun je als beter nog op werk zijn, dan doe je tenminste nog wat. Nog een V-star. Nog een V-star. Troton. Torton, ja. Roserade. Fentina. Slugma. Calmie. Clefairy. Apam. Spinarak. Litwick. Snover. Snoover. Politoed. Speaking of Politoed, Milan. Die hebben die Pokémon Go weer geprobeerd. Is dit niet jouw telefoon? Dat is niet mijn telefoon. Nee, dat is mijn. Die van mij ligt hier. Maar dan vergeten we dat niet. Dat is gewoon de deal dat je dat niet kan ruilen. Zo. Als je het maar weet. Pokémon Go, jullie zijn de biel. We hebben Energy, nogmaals. Torkoal. Silcoon, Minchou, Gligar, Goomy, Marwell, Slugma, Clefairy, Comfy en Drapionvie. Lekker. Die zou ik ook sleeven, die is ook fucking ziek. Ja, dit is full art. Ik heb hem al, deze heb ik al, Rainbow. Vet. Ja, het is een full art. Yeah. Nice. Dat is wel heel ziek. Ja, ik leerde rarities kennen, Milan. Goed zo, dat was op je. Magische spoeder! Kaboom! Ja, lekker! Wat een timing! Perfecte timing. Oh, de postbank die is om 3 uur geweest. Zo te zien. Hé, hey, dat is met de kar waar ik op reed. Yeah. Nee, vroom vroom! Ja, dat is die nieuwe guy die... die wil ik wel even checken hoe die eruit ziet. De nieuwe postbode. Energy. Great. Panic Mask. Lampent. Rhydon. Falcons, Poliwag, Oddish, Hisuian Growlithe, Lickitung, Stunfisk en Follow. Oh, een holo follow. Holo. Ga je mijn hamster uitlaten, Rachel? Wat? Wil je? Even Yuki uitlaten. Yuki, dat is toch die guy die toen ooit een keer met de expeditie Robinson mee deed? Die heet Yuki, ja. Dat is wel een leuke guy. Oh, dit is een goed pakje. Ja, voel je dat? Hij gaat zo makkelijk open, dan moet iets goed zijn. Ja, kijk, nu werkt het wel. Daar geloven we niet in bijgeloven hoor, maar... 4. Nou, dat is echt gek dat je maar eentje per dag kan ruilen. Hey! Huh? Wat? Ja, dat zit als goed is op alle dingen. Op alle energies? Ja. Yeah. Zeker? Mm-hmm. Wacht, kijk jij Sander, dan weet ik het niet.
Want dit lijntje. Oh. Dat heb ik echt nog nooit eerder gezien. Ja. Go. Oh ja. Ja. Als we noemen het een special trade. Nou ja. Het valt mij gewoon echt nauw pas op. Ik denk dat het bij geel ook meer opvalt. Ja, oké. Okay. Bij electric. Nou ja. Energy. Ik vind het wel leuk ook. Ja. Luminion. Mirage Gate. Litwick. Oddish. Lufdisk. Vellings. Poliwag. Hoopa Reverse. Stone Churner. Niet zo interessant. Helaas. En die ging nog wel zo goed over. Er komen nog wel interessante erbij. Maar deze heeft wel zo'n speciaal randje. Is dat ook nog iets? Ik denk het niet. What? Voor mij iets voor in-game of zo. Nee, dat is een in-game. Inderdaad, een in-game. Nou, wrijf het er nog maar in. Godverdomme. Ja, vind ik ook hoor. Goed bezig aan munt. Nee. Dat was een grabbing. Energy. Arisu, denk ik. Ja, nee. Porygon 2. Silcoon. Ghastly. Ducklet. Hisuian Zoroa. Binakel, Goomy, Shuppet en Malamar. Malamar. Goeie stuf kop. Ja, dan hebben we die één keer dus toch een keer op zijn kop gehad, want anders dan is hij niet geëvolved. Ja. Die land vindt hem volgens mij vermoeiend. Hij vindt het niet vermoeiend, hij vindt jou vermoeiend. Ja, dat zei ik. Milan vindt me volgens mij vermoeiend. Oh, ik dacht dat hij zei die opmerking. Het heeft niks meer met Vendor te maken. Steel dus Energy, Miss Fortune Sisters, Porygon 2, Lady, Shellos, Hisuian Growlithe, Ducklet, Rockruff, oh, er waren er twee, nou, Seal, Lampent, okay, Magnezone okay. V. Ook wel decent. Nee. Qua art ook wel vet hoor. In sleeving. Nou, oh, dit zijn zulke fijne sleeves, jongen. Oh, ah, dat was een lekker pakje was, helaas. Een horsie. Shh, ja, nu spoor je hem. Ik horsie. Dat was een horsie. Energy. Luminion. Mirage Gate. Torkoal. Horsie. Meditite, Shells, Minfu, Litleo, Gliscor en Gengar, oh, Diesel. Oh, een holographic Gengar, hè? Dat is wel een zieking uiting. Die ziet er ook wel awesome uit. Waar is het goede? Kiboom, oh nee. Nou, dat is een keer wel. Nu is het timing een beetje off. Maakt niet uit. Ook dat kan bij de beste gebeuren. En ook bij onze beste chatters. Mm-hmm. En onze Munty. En onze Munty? Hij zei bij onze Munty. Ja, precies. Oké, nee. Dat we wel op één lijn zitten. Nou, als we zo lijn. Als je hier zo'n lijn dan zit ik hier zo en dan jij nog wel hier zit, maar niet hier of zo. Of nee, precies. Ja. Een Fire Energy. Electric. Toolbox. Ja, Gastrodon, Shuppet, Wurmple, Dynamo, Seedot, Horsey, Follow, nice. Dugong. Nou. Minder nice, maar Follow is wel nice. Nou, heb je Legends Arceus gespeeld, dan vind je Follow niet zo nice meer. Ja, maar niet met zijn fucking drie Giratina vormen. Ja, ik heb hem wel kunnen verslaan. Met zijn drie battles en twee keer Tina vormen. Ik heb hem wel kunnen verslaan in één keer, Sandra. Oh, ik zat zo te genieten, Dusan. Snap ik. Energy. Ambipom. Abomasnow. Damage Pump. Snover. Rhyhorn. Apom. Roselia. Goomy. Roserade, oké. Okay. Een alternate art Roserade. En een Parasect. Maar die kan ook best wel veel waard zijn, toch? Of niet? Ja, die alternate art zijn niet per se veel waard, maar het zijn wel hele vette kaarten. Zijn wel leuk. Die zijn wel leuk om te zien. Samen met Gardenia. Ja. Ja, wel vet. Ik heb Roserade Shiny in BSP gehad.
Ik bedoel Roselia en Roosreed. Zou je niet zo opwetenschap alsjeblieft? Is dat een met Danny? 1, 2, 3, 4. Water Energy. Toolbox. Hariyama. Arcphone. Mawel, ja, ik zie ook iets. Ja, ik zie een Slugma. Ja, goed, Slugma, daar moet echt goed zijn, joh. Oh, ik dacht dat het een goede kaart was. Ja, dit is hem ook. Clefairy. Roselia. Porygon. Oh, Radiant Gardevoir. En Enormous V. Tornadus. Wat zeg je nou? Tornadus. Oh, nee. Eternatus. Oh, in Enamorus. Ja, het is een Andre. Eternatus is die guy uit Gen 8. Ja. Yo, dit is wel de beste pack tot nu toe. Nee, ja, nee. En een Slugma, ja. En een vers uitpakken, moet je voelen, hij is nou al gewarkt. En Radiant. Gewarkt. En dat is? Kom getrokken. Oh ja, inderdaad. Inderdaad, Rape. Holy shit. Wat een vette kaart. Dat gaat snel. Nou, gelijk sleeving. Ja, dat gebeurt ook wel hoor. Sleeving, de kaart 1. Maar nu heb ik 2 Radiant Gardevoirs. Oh ja. Ja. Oh ja. Juist voor de stoning van de camera 1. Dan moet je niet hebben. Oh ja, dat was hebben. Dat is nu ging iets doen omdat je Ink zei. Af en dan wordt dat niet hoor. Nee. Ja, dat was gezegd. Ja, allemaal aan het eind van de vlog, allemaal achter elkaar in één keer. Ja, ja dacht ik niet. Dan wordt het een vlog. Dan wordt het. Ja. Jij denkt dat ik mij 2 keer op kan drukken, überhaupt. Er zit weer een Slugma in, dat kan alleen maar goede dingen betekenen. Maar als er zo vaak een Slugma in zit, dat moet goed zijn. Energy. Maar Choke Me Daddy. Mirage. Cascoon. Slugma. Call me Slugma, ja. Dynamo. Litleo. Litwick, hey. Minfu. Oh nee. Damage Pump. En Aria dus. Ah. 2 Aria's? Aria. Op zich, ik vind deze art. Maar hebben ze ook zo'nzelfde soort stijl voor Survivor gedaan in deze set? Mm-hmm. Ik vind die stijl echt episch. Snap ik. Echt van zo'n front, zeg maar. Nee, maar ook gewoon de manier van hoe het getekend is. Okay. Ja. Oh ja, ook goed met kleuren, zeg maar. Ja. Dat het wel een vette art is. Ah ja, dit is een soort van, hoe noem je dat? Is dit een Kenshiro Mori of niet? Zeg maar zo'n inkt, waterinktachtige. Dat weet ik niet. Dit is een Shinji Kando, is het. Als ik een Survivor tegenkom, dan ken ik wel last niet. Dan zie je dat het ongeveer hetzelfde is. Mm-hmm. Energy, Bronzong, Chorus Experiment, Komala, Luftdisk, Falkins. Fallings, ja. Fallings, ook goed. Poliwag, Gligar, Goomy. Goomy. Oh! Cook! Ja, die mist mij maakt niet meer uit. Het gaat nu om de koek. En de koek gaat vanavond pizza voor ons maken. Ja, deze heeft curry. Oh, hij maakt curry? Ja, maar wij gaan de pizza. We gaan van die pizza eens eten. Ja, zin in. Ik heb er ook zin in, hoor. Wat wordt het? Deed dit weer, hè? Hoorde je dat? Ja. Dubbel, hè? En wars. Maar goed. Ja, maar Simon is toch al weg. Dat is een hele simpele pizza, guy. Nee, wat is simpel? Ja, of margarita of pepperoni. Ah, ik bedoelde welke... Oh, keten. Domino's, denk ik. Oh. Domino? Ja, ik lust alle New York en Domino's, dus maakt mij niet uit. Ja, ik heb ook, sommige mensen zweren echt bij Domino's en anderen bij New York Pizza. Ja. Ik heb nooit echt een, dat ik denk van, oh, die moet ik echt niet hebben of zo. Nee, kijk, mijn voorkeur gaat wel naar Domino's, maar met New York kan ik ook leven. Dan gaan we gewoon Domino's doen. Ja, als jullie niks hadden gezet, had ik met Domino's besteld. Ik heb wel heel vaak New York gehad, dus ik heb wel weer kijken hoe Domino's is. Ja, daar heb ik wel zin in. Poliwhirl, Luminion, okay. Wind Up Arm, Falkins. Wind Up Falkings. In Your Arms. Ja. Fellings, ook goed. Kinks, Poliwag, Oddish, Hisuian Growlithe. Zie dat? Roselia. En Hisuian Zoroark. Oh, die is ook wel holo.
holographies. Als het echt zo'n full art holographic was, was het nog vetter geweest. Die heb ik. Ja? Volgens mij wel. Woon jij in the middle of nowhere, Munty? Ja, ik woon ook in the middle of nowhere, Munty. Ik eigenlijk ook, maar controle domino's. Ja, bij mij ook. Nou, in Drenthe... Drenthe is een en al middle of nowhere. Oh. Hallo, waar ik woon... Kan je maar bij één ding bestellen, en dat is bij de lokale Turk. Oké, ja, hier, omdat je zo dicht tegen de mos aan zit, kan je zoveel bestellen hier. Ja, dat zal wel. Geweldig. Nou, we weten al wat de ding is. V-Star. V-Star. Box op de 60. Sidra. Grass Energy. Riley. Apom. Roselia. Yes. Gumi. Meditite. Squaffet. Minfu. Glistrier. Ook hallo. Okay. Hello there. Hello there, my little friend. Hello darkness, General. My little friend. I've come to talk to you again. Again? Again. Nou, die stapel die wordt wel groot, zeg. Wel hoog, qua goede dingen. Ja, dit is geen vervelend stapeltje dit, nee. Ik zou echt kapot blijven. Even kijken of ze allemaal goed omzetten voor jou, als je ze zo gaat... Als het goed is wel. Ja. Ik denk, als ik een box Yu-Gi-Oh! Kaarten openmaak, dat ik niet zoveel van die goede dingen eruit haal. En maar bij Yu-Gi-Oh! Zitten ze toch ook allemaal niet allemaal dezelfde kant op? Jawel. Ja, oh, ik dacht dat ze allemaal zo om de hand zaten. Nee. Nee, maar wij dat niet. Hm? Maar er is ook geen kaarttruc. Wij hoeven geen kaarttruc te gebruiken, toch, Paddy? Wij hebben legbare hand bij welke set. Maar ik doe het meestal niet. Maar de nieuwste, daar heb je dat gewoon niet. Nee? Nee. Energy. Silcoon, Lady, Lampent, Machop, Pikachu, ja, dat Phantom, Sudowoodo, Electrike, Surviper, die bedoel ik, ja, en Dewgong. Ja, oh, die heb ik wel even zien. Dat is met die andere, met dezelfde soort art. Ja, en wel door een andere artiest. Show me. Door Tamakazu Konija. Gezondheid. Die zit haast als Bird Game. Ah, wat? Je ziet het wel aan die. Oh, Sandry. Hij maakt een fatweetje. Zo'n joker. Ja. Is joker dood. We hebben een energy. Gloom. Gift energy. Energy, joh. Je hebt er gewoon twee energy. Gastrodon. Gligar. Sudowoodo. Phantom. Bronzor. Electrike. Lady. Macargo. Macargo fast. Je kan gewoon de Slugma spelen als je wil. Nee. Nu moet je een Fire Deck maken met alleen maar Slugma's en één Macargo. Maar bij deze is het toch where did my Macargo's en Slugma's eruit halen? Where did my cargo? Ja. Where did my cargo? My cargo fast. 1, 2, 3, 4. Dus zo fast is alleen Macargo niet. We hebben Energy. Iskan. Dottler. Panic Mask, Luftisk, Gligar, Wurmple, Rhyhorn, Murkrow, Chandelure. Oh! Oh. Dat. Boy, nice. Lekkering! Dit is gewoon. Dan komen er al die Slugma's, hè? Ik denk dat geluk. Ik denk dat het de waardevolste kaart is uit de set. Volgens mij niet. Volgens mij is het de Alternative Art, Giratina. Ja. Ik ga even opzoeken. Magische poeder! Kabooming! En? Kaboom! Kaboom! Maar er zijn gewoon twee bolts in één ding. Kaboom. Maar daar komt die dik. Yeah. Kaboom! Lost Life was beter. Is net als elke band ooit. Ja, die is echt. Ja, ik heb dat niet altijd met Life. Nee. Ik weet niet wat het is. Okay, als die goede kwaliteit is, is hij tussen de 30 en 37 euro waard. Nou, en dan heb je nog al die andere dingen, dus dan kom je al redelijk in de buurt van je aankoopprijs, Penny. Ja, ik denk dit is een hele goede pool. Ik denk dat sowieso de beste is van vandaag. Ik denk, als jij verwacht met het verkopen, dat het een hele goede pool is. Als je niet meteen bam... Nee. Altijd fijn als het erin, je moet iemand verplicht iemand rond uitlaten. Ja, Rachel, je hebt net wat gemist, jongen. Echt net. Net, Je krijgt het zo meteen nog te zien. Ja.
Je krijgt het te... 1, 2, 3, ja, 4. Ja, dat bedoel ik. Ja, mag het niet meer maken. We hebben een Energy. Haunter. Nou, Poliwhirl. Nou, is toch niet meer, dus... De Minion. Ghastly. Binnacle. Maken. Murkrow. Wurmple. Clefairy. Ducklet. Oh, nee, en de Full Art Lady. Full Art. Ja, is Full Art? Nee. Of, nee, het is geen... Ja, het is wel voor een trainerkaart wel. Oké. Okay. Het is altijd een beetje lastig met die trainerkaart. Ik denk gewoon dat dit gewoon de box is. De box. Nee, de want niet de alternative art van Giratina zit er niet meer in, volgens mij. Als die er nou nog in zit, echt waar, hè? Ik neem ontslag en ik ga een lotto-ticket kopen. Wacht dan eerst hoe die loterij... Ja, ik zou eerst een ticket kopen en dan ontslag nemen als die goed uitpakt. Energy. Rhydon, die is nuts. Ik bedoel, Roserade. Box of Disaster. Horsey. Marwell. Shellos. Binnacle. Porygon. Chorus Experiment. En Gliscor. Je was op zoek naar een Gliscor. Nee, ik hoop gewoon dat hij in de game zit. In de nieuwe game, Scarlet and Violet. Denk ik niet. Nee, in de volgende. Daar willen we echt Gliscor hebben. Want als die hier nu niet in zit... Er zijn twee kaarten die duurder zijn, maar ook veel duurder dan die ene kaart die net gepoeld is. Ah. Dat is inderdaad de Giratina Alternate Art. Ja. En Aerodactyl V Alternate Art. Mm. Nee, want die Alternate Art Giratina vind ik zo episch. Ja, ik weet niet zo goed hoe die eruit ziet. Die is dan vliegt hij in zijn origin vorm. Ja. Vliegt hij dan door zijn eigen dimensie heen. En dat is heel erg kleurrijk ook. Okay. Maar ook weer donker. Donker en kleurrijk. Donker en... We hebben een Energy. Wind-up Arm. Machoke. Choke. Mirage Gate. Lickitung. Horsey. Shuppet. Shellos. Hisuian Growlithe. Clefable, Binnacle. Barbaracle. Cool. Nice. Ik moet dus Barbaracle gebruiken in Generations. Eel. Ja. Voor mij is die best goed. Ik heb hem nog nooit gebruikt, dus dat maakt het dan wel weer leuk, zeg maar. Omdat je rock hebt in Gen Z, omdat je water hebt in Gen Z. Omdat ik rock heb in Gen Z. Met Shell Smash. Kan dat ding niet Tough Claws hebben als ability? Als jij het zegt, dan geloof ik dat wat niet. Wat doet Tough Claws? Ja, Tough Claws boost bite moves. Nee, dat is Strong Jaw. Tough Claw moves, bedoel ik. Een beetje net zoals Strong Jaw, inderdaad. Ja. En als ik het mis heb, sorry. Dan heb je niet raak. Dan heb ik inderdaad niet raak. Dan moet je voortaan in de roos zitten. We hebben een Energy. Ja, ik hou van raak. Sidra. Rylee. Gloom. Ducklet. Blipbug. Finian, Hisuian Zoroa, Paras, Finian en Rotom V. Oh, dat is best een vette kaart. Nice. Hij is echt heel erg hoogglans, yeah. Hoor. Is dit zo meteen gewoon zo'n knock-off uit China? Gewoon die alles. Ja, het verbaasde me wel dat die twee pakjes verkeerd er allemaal in zaten. Ja, hè? Maar dan nog zulke goede pools. Yeah. Ja, dat maakt het nog extra verdacht. Zijn gewoon allemaal namaaks. Nee, ik heb ze thuis gewoon even gepreload. Ah. Ik heb die uit mijn map gehad en heb die hierin gedouwd. Ah. Daarna allemaal weer zo netjes mogelijk gezield. Ja, precies. Valt niet op. Hij maakt ze zelf open, dus als er iets kijk, is, dan houdt hij zijn handen zo voor. Kijk, ja. ik probeer gewoon van iets van streamcontent te maken. Ja, en dan doet hij bij Excel het eerste pakje. Oeh, het gaat wel lastig hoor, die pakketjes openen. Ja, nee. Ja, maar dat was precies eentje waar je natuurlijk in alle schreeuwtje in zat. En je denkt, oh, dat moet ik niet laten merken. Energy. Cascoon. Ambipom. Abomasnow. Ducklet. Rockruff. Seal. Hisuian Zoroa, Snover, Toolbox en Raichu. Nice. Die hebben we nog niet gehad. Raichu niet? Nee. En dat is gewoon een common. Nee, het is gewoon een rare toch? Hij is het helemaal achteraan, toch een common? Nee, achteraan is altijd een rare of hoger. Ja? Als het een sterretje is, dan is het maar dat moet wel. Ja, de achteraan is altijd een rare. Ah. Ik dacht gewoon dat ook bij... Ik dacht eigenlijk gewoon dat alles bij Pokémon
Nee, alles iets glimmend is rarity. Oh, nee. Onderin staat een rondje. Rondje is, common. Dan heb je een vierkantje, dat is uncommon. En dan heb je een sterretje, dat is rare. Hmm. Oh, ja. Vierstar. Gift Energy. Gastrodon. Haunter. Inkay. Yzeureum Basculin. Jinx. Makuhita. Bronzor. Relicef. Kenf. Greedent. Laatste pakje uit de box. Jij maakt onze pakjes wel even open. Want anders is het handig dat we daar over hier moeten gaan zitten. Ja, dat denk ik ook. Eén, twee, drie, vier. Ja. Antwoord het zo. Milan is zo smarty pen. Energy, damage pump, Survivor, Galarian Stunfisk, Machop, Pikachu, Jinx, Litwick, Oddish, Squaffet, Dustox. Kijk. Goed. Daar was hem al in. Eerst die van Milan. Ja, dit pakketje heb ik. Gekozen van tevoren van dit pakketje waar zo'n Ultimate Art Giratina in zit. Ja, of die andere, die... hier zit de Ultimate Art Giratina in. Ik heb die Aerodactyl Arcanine Art. Natuurlijk. 1, 2, 3, 4. Ik doe hem mee. We hebben een Energy. Minxiao. Iskan. Carbink, Bronzor, Snover, Jinx, Inkay, Squaffet, Hariyama en Cremorant. Dat was niet zo'n best pakketje. Dat is toch weer jammer, hè? Ga jij maar Sander eens eerst. Ja, ik heb het slot zijn. Oh, please let there be a sluk, maar. No sluk, maar. En dat pakketje kan door de midden worden geknipt. Pak de schaar. Kijk ik dan. Toch maar de schaar erbij. Je bent wel warm gehouden hoor, dat voel ik. Ja? Ja. We hebben een energy. Zo'n flame body. Dat was gewoon die fire energy. Ah. Flame body. Hisuian Sligoo. Electric. Swanna. Hisuian Zoroa. Snover. Machop. Pikachu, Jinx, Snorlax en Spiritomb. Ultimate Art Snorlax. Boy Spiritomb. Dat is wel heel nice. Hoppa, in de sleeve. Hapsakee. Er is nog geen Shiny Spiritomb kaart, hè? Nee, echt helaas niet. Anders had ik hem al lang gekocht. Mm-hmm. Ik heb geleerd van een YouTube kanaal dat je bij het laatste pakje... Kijken of ik hem op cam. En dan moet je hem slappen. Dus ja, ik weet waar het van heb. Ja, slap hem even. Gewoon zo, even. Zo, hoppa. Zo. Dat van 10 EPS. Ja. Een van de rare kink is dit. Ja, dat is heel raar. Oh nee, wacht. Dan kent Nando dit ook wel. Ja. Ja. Ja, maar dat doe ik standaard zelf ook al. Nou, de 50 euro van die kaart dan. Ja, alleen als ik neusharen erin heb. Ik vind dat zo'n rare gozer, jongen. Nou, ik vind het lekker hoor. Lekker geurtje. Vier. Hoe durf jij er vandoor te gaan? Het laatste pakkie. Ja. We hebben een energy. On the belangrijkste moment. Lake Accuracy. Lady. Hij is wel een lady. Doe ik toch iets beter. Hisuian Sligoo. En een Murkrow. Nou, dat zegt wel genoeg. Ja, en ik heb geen sluk maar in mijn eigen pakkie. Nou, Wurmple. Dynamo. Seedot. Relicanth. En Aerodactyl V. Oh, dat is niet de goede. Nee, dat is een andere. Man. Ik was al helemaal blij van... Het is een Aerodactyl, man. Het is niet... Het was wel een Aerodactyl, dat klopt er wel. Het is niet de Aerodactyl. Godzame. Dat is wel echt jammer. Moeten we niet nog even recappen wat we hebben? Oh ja, dat kan wel. Dat kan. Voor de mensen die dat hebben gemist. Quick recap. Paddy zit er nog helemaal doorheen te...
De twee leukste achteraan natuurlijk, hè? Ja, heel slim. Tuurlijk. Hij is zo slimpie. Slimpie. Nou, zoals net ook al gezien, hadden we de Aerodactyl V. Sorry. Alternate Arch Snorlax. Rotom V. Barbarical. Die Mia moet gebruiken in de Gen 6. Lady. Oh. Chandelure. Glastrier. Hisuian Zoroark. Koek. Gewoon Koek, hè? Meer niet. En Namoris. Radiant Gardevoir. Ja, helaas dat ik wel maar één shiny heb. Ja, en die heb je al. Ja, precies. Alternate Art Roserade. Gengar. Magnezone V. Full Art Drapion V. Holo Darkrai. Goodra V-Star. Die is heel nice. Lost Vacuum, gewoon First Pack Magic. En de proeven gewoon van vandaag. De Giratina. Ja, mooi man. Ik vind hem echt heel episch. Heel erg ziek. Ja. Die mag gewezen.